Dag, fijn dat u kijkt naar deze video van Art & Leisure. Vandaag neem ik u heel graag mee naar mijn geliefde Rome, om samen met u te kijken naar een van de vele pauselijke opdrachten die Gian Lorenzo Bernini maakte in de eeuwige stad. Als u voor het Pantheon staat en u loopt links langs dat gebouw, staat u ineens oog in oog met dit koddige olifantje met een obelisk op zijn rug. Dit olifantje wordt door de Romeinen liefkozend Il Pulcino della Minerva genoemd. Het kuikentje van de Minerva. Hoe kan het dat een olifant een kuikentje genoemd wordt? En hoe kwam deze olifant überhaupt tot stand? Daarover gaan we het hebben in deze video. Maar eerst vertel ik u graag wat meer over de locatie. Heel lang werd gedacht dat op deze plek, en specifiek op de plek van de kerk die achter dit monument staat, de Santa Maria Sopra Minerva, dat daar een Minerva-tempel lag. In werkelijkheid lag die tempel ettelijke honderden meters verder. Maar dit was nog wel een hele historische locatie. Het was namelijk de locatie van de Septa Julia, een groot monumentaal plein gelegen op het Marsveld. En het lag tussen het Pantheon en de tempel van Isis en Serapis. Twee van oorsprong Egyptische goden, die ook aanbeden werden door de Romeinen. Ze hadden ze als het ware geaccepteerd, geadopteerd. En dat verklaart ook de aanwezigheid van deze obelisk in dat gebied. Deze kleine obelisk van slechts 5,5 meter hoog, werd in 1665 gevonden op het terrein van het Dominicaner klooster dat naast de Santa Maria Sopra Minerva lag. U ziet dat hier aan de linkerkant. En die obelisk, die moest geplaatst worden voor de kerk. Dat was in ieder geval de mening van de paus op dat moment, Alexander de VII. Hij vond dat dit symbool van wijsheid getoond moest worden. Maar je kon natuurlijk die obelisk niet zomaar op de grond neerzetten. Daar moest wel een sokkel voor komen. En er komen dan ook diverse ontwerpen daarvoor binnen. Eén van die ontwerpen was van de hand van Pater Domenico Paglia, zelf ook een Dominicaan. En die had bedacht dat de obelisk moest komen te staan op een zestal heuvels. En op elk van de vier hoeken moest een hond komen. Met die zes heuvels probeerde hij in de gunst te komen van de paus. Die had immers zes heuvels in zijn familiewapen zitten, in het familiewapen van de Chigi. En met de vier honden wilde hij refereren aan zijn orde van de Dominicanen. De Domini Canes, de waakhonden van de Heer. De paus vond het ontwerp echter niet geschikt. Hij zocht meer een connectie met wijsheid en hij besloot de opdracht te geven aan Gian Lorenzo Bernini, die al zoveel voor hem gedaan had, die al zoveel projecten voor hem uitgevoerd had. En uiteindelijk gaat Bernini aan de slag en komt hij uiteindelijk tot deze olifant die omkijkt. Echter, in eerste instantie had hij allerlei andere ontwerpen bedacht. Onder meer een ontwerp waarbij de obelisk schuin op een rots kwam te staan en dan vervolgens tegengehouden werd door een beeld van Hercules. Dat werd het uiteindelijk niet, maar er werd gekozen voor deze olifant, omdat het een teken was van wijsheid, van kracht en van vroomheid. En hoe belangrijk die elementen waren, dat blijkt ook wel uit de inscriptie aan de achterzijde van de sokkel, dus aan de kant van de kerk. Daar vindt u in de onderste drie regels, die Alexander de VII liet aanbrengen, een referentie aan die kracht en wijsheid. Daar staat in Nederlandse vertaling: het vereist een krachtige geest om de last der wijsheid te dragen. Maar uiteindelijk moeten we zeggen, Bernini was niet voor de eerste keer bezig met de combinatie olifant-obelisk. Hij maakte bijvoorbeeld al in 1632, ongeveer, dit ontwerp voor de familie Barberini.
In de tuin van het Palazzo Barberini moest dit beeld komen met een olifant met een obelisk op zijn rug. Het ontwerp werd echter nooit uitgevoerd. En er is niet meer over dan deze tekening. Dat het hier om een tekening gaat, specifiek voor de Barberini, dat ziet u aan het feit dat de bijtjes bovenin de obelisk zijn toegevoegd. En die zijn terug te vinden in het familiewapen van de Barberini. Maar kijk eens naar die olifant. Deze olifant staat hoog op de poten, maar is ook een beetje boosaardig. Hij lijkt redelijk hard te trompetteren. En dan moeten we ons natuurlijk afvragen, hoe kom je op het idee om een obelisk te combineren met een olifant? Nou, daarvoor dook Bernini de boeken in. Hij moet bekend zijn geweest met de Hypnerotomachia Polyphili. De droom van Polyphilus, een roman geschreven door Francesco Colonna. En in die roman gaat Polyphilus op reis in een droom op zoek naar de liefde. En hij bezoekt allerlei klassieke steden, maar hij heeft ook een bijzondere ontmoeting met een olifant met een obelisk op zijn rug. Dit geweldige boek is geïllustreerd met 136 houtsnedes. En ook de ontmoeting met de olifant met de obelisk op zijn rug is verbeeld. En dat ziet u hier. De obelisk die u hier ziet op die olifant is wel een hele bijzondere, want die loopt als het ware door onder de buik van die olifant door. En hij staat daarmee eigenlijk op de grond. En dat gebeurt ook bij onze olifant op de Piazza della Minerva. Zo was het echter oorspronkelijk niet gepland. Bernini had meer een olifant in gedachten in de lijn van zijn Barberini-olifant, hoog op de poten. Maar wellicht herinnert u zich nog Domenico Paglia, die nog steeds boos was over het feit dat de opdracht naar Bernini was gegaan. En hij gaat naar de paus en hij zegt dat hij geen enkel vertrouwen heeft in het ontwerp van Bernini. Die olifant stond immers op vier poten. En de obelisk staat midden op zijn rug en daar zit niet eens een stut onder. Hij zei tegen de paus, dat gaat geheid instorten. Terwijl Bernini natuurlijk inmiddels al had bewezen dat hij het wel kon. Hij had namelijk een soortgelijke constructie gemaakt in de Vierstromenfontein. Maar de paus vindt het een logische redenering en zegt tegen Bernini dat hij het ontwerp aan moet passen. Op twee punten. Allereerst moest er een kubus, een stut, onder de buik van de olifant komen. En ten tweede moesten de poten van de olifant verkocht worden. En daardoor kwam die er dus een beetje gedrongen uit te zien. Daardoor werd het zo'n koddig olifantje. En daardoor werd het ook al heel snel il porcellino genoemd, het varkentje. En uiteindelijk in de loop der tijd, zoals die dingen gaan, wordt die naam veranderd. Dan wordt het il porcino, het varken, in het Romeinse dialect. En dat wordt weer verbasterd tot il pulcino, tot het kuikentje. En zo kan dus een olifant een kuikentje worden. Bernini heeft er alles aan gedaan om te proberen te verhullen dat hij al deze extra maatregelen moest nemen. Hij heeft bijvoorbeeld de kubus proberen te verhullen door een zadelkleed aan te brengen, te laten brengen. De olifant werd uitgevoerd door Ercole Ferrata. En op dat zadelkleed ziet u aan de onderkant ook weer die zes heuvels van het Chigi-wapen, van de paus. Maar als u goed kijkt, ziet u achter dat kleed nog steeds die stut staan. Uiteindelijk krijgt Bernini zijn ultieme wraak. Als hij het olifantje en de obelisk plaatst op het plein, dan plaatst hij de olifant zodanig dat hij met zijn achterwerk richting het Dominicaner klooster staat. En dan laat hij de staart ook nog eens een beetje opzij zwiepen, waardoor ze extra goed zicht hebben op het achterwerk van het beestje. Een soort van begroeting, enigszins obscene begroeting, van Bernini aan de Dominicanen, aan Paglia. En
Bernini enigszins inschattend zal die daar hartelijk om gelachen hebben, om zijn wraakactie. En misschien doet deze olifant dat ook wel als je hem zo ziet. Een olifant met een lach. Zoals u wellicht al gemerkt heeft, het is echt een aandoenlijk beeldje. En zeker de moeite waard om heel even om het Pantheon heen te lopen om dit beeld in het echt te gaan zien. Voor nu wil ik u graag danken voor het kijken. Mocht u nou geen enkele video willen missen en gelijk op de hoogte blijven van nieuwe video's, druk dan op de knop abonneren hieronder. En voor nu zeg ik zie u heel graag een volgende keer weer terug bij een volgend kunstwerk.